Na de interlandbreak start Feyenoord aan blok 3 van dit seizoen met een wedstrijd tegen RKC in de Kuip. Maar Feyenoord bijt zich die dag stuk op de Waalwijkers. Prachtig herfstzonnetje bij het begin van speelronde 9 in de Eredivisie. Nu begint met Feyenoord tegen RKC. Nummers 5 en 14. Met Cyriel Dessers in de basis bij Feyenoord. Dat is zijn basisdebuut. Want Sinisterra zit nog in het vliegtuig. Pedersen met de voorzet. Gari, oh, die legt hem zo klaar voor Toornstra. 1-0 voor Feyenoord. Ja. 33 minuten heeft RKC stand gehouden. Dan gaat hier Kramer uit de rug van Trauner. Dan valt Kramer op. En zegt Van Boekel, ik heb geen idee waarom je valt. En zegt Kramer, omdat ik op mijn voet word getikt. Bakari voetbalt intussen vrolijk verder. En Odgaard gaat hier een poging wagen. Odgaard maakt gelijk. Naar Gari. Vier man van RKC in de 16 van Feyenoord. Odgaard en daar is Anita. En zo gaat Feyenoord dus met een achterstand de rust in. Links richting Senesi. Ja, de omhaal van Senesi en de gelijkmaker is daar. Van wie anders dan Guus Til. Dit is het begin dat Feyenoord wilde van de tweede helft. Net iets meer dan een minuut nodig gehad om de stand gelijk te trekken. En Feyenoord blijft tegen RKC steken op 2-2. En er dus voor zorgt dat voor het eerst onder Arne Slot er door Feyenoord niet gewonnen wordt in eigen huis. Je wil zo'n wedstrijd natuurlijk het liefst glansrijk winnen. Ik denk dat we oké beginnen vandaag. Half uurtje oké gespeeld. Niet heel goed, niet heel slecht. Ja, kom je 1-0 voor. En eigenlijk in het kwartier daarna geven we de hele wedstrijd weg. We zijn veel te gemakzuchtig. Makkelijk balverlies. Niet goed verdedigen, waaruit ook 2 goals komen. En dan moet je de tweede helft volle bak vooruit. Dat hebben we wel gedaan. Je komt snel gelijk en dan is het blijven jagen en blijven zoeken. Dat hebben we ook gedaan. En dan moet je een klein beetje geluk hebben dat die bal een keer net goed valt en dat je hem net goed raakt. En waar dat tegen NEC bijvoorbeeld wel lukt, lukt dat vandaag niet. Maar dat het zover komt, dat is totaal aan onszelf te wijten. Na het 2-2 gelijkspel tegen RKC moet Feyenoord zich 6 dagen later weer opladen voor de Conference League wedstrijd tegen Union Berlin. Het werd een ouderwets Europees avondje. Feyenoord thuis Gekkenhuis. Een wedstrijd om niet snel meer te vergeten. Ja, het ontvangst is weer indrukwekkend hier in de Kuip. Sinisterra is er langs. Hoek wordt wel lastig. Dus legt hij hem terug en het moet hem al zijn. En het is hem ook. Feyenoord leidt. Jahan Baks. Een doelpunt van de vleugelspelers. Geweldige paas dit. Geen buitenspel van Sinisterra. Dan is hij de heer heel makkelijk langs. Legt hij hem ook nog eens goed terug. Linssen, ja, doet het handig, Linssen. En het is 2-0. Knoche verkijkt zich volledig op die bal. En Linssen doet het, oh, zo slim. Dat duwtje. Daar is hij heel even uit balans. Schat hij die bal niet meer goed in. Hij profiteert Linssen. Ja.
aan de kop, maar dat is een herkansing voor deze voorzet. En die is beter en die zit erin. Daar is Aboni, die scoort. Sfeer hier nu, prachtig om te zien. Het is vrij simpel, het ziet er schitterend uit. Je krijgt er geen boete voor van de UEFA. Toornstra. Als je binnendoor komt, niet aan. Paas op Linssen wel, en daar is hij! Sinisterra, tik van dichtbij in! De paas op Linssen, die handelt in één keer. En Sinisterra het meest scherp, het meest attent van allemaal. En daarmee eindigt het in 3-1. Het applaus, het gejuich, volkomen terecht. Feyenoord wint dik en dik verdiend van Union Berlin. In dit stadion, als het publiek erachter gaat staan, ja... Geloof me, ze zouden eigenlijk zelf eens op een veld moeten gaan staan. Wat dat doet met spelers, zeg maar. Dan kan je zoveel meer dan dat je eigenlijk denkt. En ja, op zo'n moment heb je ze echt nodig. Als zij er als één erachter gaan staan, dan ga je als de brandweer. 3-1 is gewoon het perfecte resultaat. Als je gewoon de vorige wedstrijden voor ons even kijken, zie je gewoon, ze hebben gewoon 1-0, 2-1 of 3-2. Dit soort gewoon resultaten... krijgen, maar vanavond we hebben gewoon heel goed gespeeld. Iedereen heeft gewoon heel goed gepresteerd en de wedstrijd gewonnen. Drie dagen na de winst op Union Berlin reist Feyenoord af naar de lastige uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. En dat die wedstrijd lastig is, dat blijkt maar weer eens. Maar gelukkig is daar ook nog Tyrell Malacia. Kutju, Toornstra. Tackle op de bal blijkbaar van Jacobs, hier gaat Kalon. Cambuur komt met 5 man eruit. Sambissa is hier. Ook Dover Schmid komt er nog overheen. Sambissa zelf, verre hoek. En goal! Omdat Bijlo er niet bij komt. Cambuur komt op voorsprong. Trauner. Pedersen. Op bal Linssen. En daar is een heel snel antwoord. Ja, je weet dat hij heel goed kan koppen, maar dit is echt een geweldige kopbal, zeg, van Brian Linssen. De man in vorm bij Feyenoord, dat liet hij donderdag natuurlijk al zien. Tegen Union Berlin, toen hij ontzettend belangrijk was, dat is hij nu weer. En binnen 2 minuten heeft Feyenoord de gelijkmaker al te pakken. Til, komt er nog een kans bij. Jazeker, en hij zit erin ook. Schitterende uithaal van Ursnes. En Feyenoord in de laatste seconde van de eerste helft op voorsprong. Hele goede goal van Frederik Ursnes. Die pakken we voor Linssen. Toornstra zegt dat er sprake is van Hens. Pijnlijke botsing hier, maar Cambuur kan door. Jamie Jacobs van de goede bal. En Sambissa kan scoren en doet dat. Het is 2-2. Ruimte voor Kutju. Malacia. Sambissa moet in de achtervolging, maar de achterstand is groot. Malacia. Oh! Wat een geweldige goal van Malacia. Feyenoord staat weer op voorsprong. Hij dacht waarschijnlijk mijn directe tegenstander maakt er 2. Nu is het mijn beurt. En hierop heeft Stevens geen antwoord. Afgelopen in Leeuwarden. Feyenoord wint. Zwaar bevochten met 3-2 van Cambuur. Ja, hij zat er lekker in, ja. Normaal ben je meer een man van de opbouw, defensief sterk. Maar wat schiet er op zo'n moment door je hoofd? Daarvoor was er een moment dat ik de bal op de 16 kreeg. Toen schoot ik hem net over. En mijn oom zei gisteren tegen mij dat ik deze wedstrijd moest scoren. Dus ik dacht nu weer, ja, ik schiet gewoon weer. En ik raak hem lekker. En hij ging erin. En volgende week geen midweekse wedstrijd, alleen zondag tegen Sparta. Is dat lekker of haalt dat je uit je ritme? Ja, als voetballer zijnde wil je zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Dus dat is zeker wel jammer. Maar ja, er valt niks aan te doen. Nee, hoe kijk je uit naar de derby? Ik heb er zeker zin in. Het zijn altijd leuke wedstrijden tegen Sparta. Op 31 oktober is het de Stadsderby. Een stroeve wedstrijd lijkt op een bloedeloos gelijkspel af te stevenen. Maar in de 92e minuut is daar altijd nog iemand. Het vertrouwen is een beetje gemixt bij de Sparta-supporters. Het loopt natuurlijk nog niet zo heel denderend allemaal. Maar goede hoop is er wel dat Vreese het allemaal weer voor elkaar krijgt. Een aantal van zijn keuzes worden ook zeer gewaardeerd. Een paar spelers bijvoorbeeld op de bank.
Dat snappen de meeste Sparta supporters wel. Niet absoluut in bloedvorm zijn. Er is in het stadion hier vol voor wat voor Sparta de wedstrijd van het seizoen is. Kutsjoe. Mega koplet. Hier is dan Smeets. Oh, dat is gevaarlijk. Zo'n gelegen bij Kutsjoe. Ja, Baks, goede actie. En het schot is ook fraai. Net als de redding van Okoye. Jullie van Erik en Bert van Marwijk. En die Smollerik. Voor Feyenoord delegatie. Ja, Baks. Dat is goed gelegd. Til. Dat uithalen wordt nu lastig. Sinisterra. Schot van Sinisterra. Oeh! Dat verwacht je van hem toch echt niet? Kutje. Meegeef aan Sinisterra. Nasouras in de achtervolging. Sinisterra geeft op Linssen. En daar is het niet raak. Want Okoye redt. Daar moet de spits van Feyenoord voor de 0-1 zorgen. Bessa valt beste kans in deze wedstrijd. Sinisterra legt hem perfect neer. Krijgt hij niet onder Okoye door. Toornstra. Bal valt lekker voor Sinisterra. Toornstra. Heerlijk gegeven. Sinisterra zelf en Okoye heeft hem voldoende. Wel moeizaam. Zo is de druk van Feyenoord toch wel serieuzer aan het worden. Van ver is heel lekker. Dessers komt. En Linssen gaat. De ene spits dus voor de andere. Kutje. Trouwen krijgt zijn hoofd niet tegen de bal. Het schot gaat erin. Het is alsnog Feyenoord. Cyril Dessers. Het is de 92e minuut. En Feyenoord pakt toch 3 punten op het kasteel. Ik denk dat de ontlading wel te zien was. Niet alleen bij mij, maar ja, ook bij het hele team eigenlijk. Mooie tafereel, zal ik het zo zeggen. En hoe was het om dat moment met het volle uitvak te vieren? Ja, was ook mooi. Ja, ik liep al naar de andere kant. Ik wist nog snel dat ik die kant op moest. En ja, als je daar dan met het hele team inderdaad kan vieren, dan is dat wel een heel mooi moment. Ja, het was een stroeve wedstrijd. Hoe kwam dat volgens jou? Ja, super stroef. Ja, ik denk dat Sparta echt gewoon alleen maar het veld op is gekomen om Feyenoord het voetballen onmogelijk te maken. Ook heel veel lange ballen, duels, ellebogen. Het was, ja, op dat vlak hebben ze er echt een derby van gemaakt. We hebben geprobeerd ons spel er tegenover te zetten, maar dat was niet zo makkelijk, omdat ze het ook heel moeilijk maakten voor ons. En als je dan toch nog zo kan winnen op het einde, dan is dat wel heel lekker. Dit moeten we wel als een positieve boost zien en hopelijk kunnen we dat ook zo gebruiken. Want die zijn we toch wel terug een kleine reeks aan het neerzetten. En dat moeten we gewoon vasthouden en hopelijk kunnen we daar in Berlijn ook een gevolg aan geven. Feyenoord trekt 2 eredivisiewedstrijden achter elkaar over de streep en reist met 5000 supporters af naar Berlijn voor de uitwedstrijd tegen Union Berlin. Het werd 1 groot waterballet met een buikschuiver als afsluiter. Een bijzonder goedenavond. U ziet het, het is bepaald geen lekker weer in Berlijn. Feyenoord staat keurig bovenaan in deze groep met 7 uit 3. Betekent dat Feyenoord vandaag al zeker kan zijn van Europees overwinteren. Dan moet het zelf winnen. En dan moet Maccabi Haifa winnen van Slavia Praag. Hier is Sinisterra. Linssen net niet bereikt. De bal blijft over Feyenoord met Toornstra. Dan maar schieten. Dat is wel van heel ver. Maar in ieder geval naar een poging van Toornstra. Malasia. Sinisterra. Kutsjoe. Geertruiden. En dan voor het schot. Paasje op Linssen. Het schot van Linssen bijna. Kan ons nog voor Sinisterra. Die zit erin. 1-0 Feyenoord. Luis Sinisterra. Maar knap gedaan. Eerst door Geertruiden, maar zeker ook door Linssen. En dat is nummer 6 dit Europese seizoen voor Sinisterra. Bekker.
Daar is Berens weer, bijna. Traunen kopt weg. Haraguchi brengt ervoor, weer Traunen. Zegt even moeilijk voor Feyenoord in deze fase. Kogac krijgt geen kans, Trimo wel en die schiet er schitterend in. 1-1. Prachtig doelpunt van de aanvoerder van Union Berlin. Heel lang had Feyenoord wel de controle, maar die raakte ze meer en meer kwijt. Oh, wat een cadeautje voor Linssen. Linssen, nee! Sinisterra ook niet. Oh, wat een kans! Zelfde wissel als op het kasteel. Dessers voor Linssen. Zelfde scenario tekenen we voor. Houtnes. Die speelt echt goed. Deze bal op Doornstra. Dat is niet zoveel. Weet je, zoals Trimo scoorde, bijna hier Jens Doornstra. Goeie bal hoor. En als de marges klein zijn, moet Feyenoord dus vooral zorgen dat het dit soort fouten niet maakt. Want dat kan het verschil gaan maken. De fout van Traunen. Aboni loert, Aboni wacht. En Senesi het een geweldige sliding. En daarmee geen 2-1. Ja, Cyril, een perfect veld voor een ideale buikschuiver. Ja, precies. Nee, ik zei het in de rust tegen de materiaalman. Hè. Ze vroegen of ik op mijn knieën zou schuiven als ik ging scoren. En ik zeg ja, op zo'n veld, glad veld, ja, dan moet ik op mijn buik gaan. Dus ja, belofte maakt schuld. De omstandigheden waren echt extreem. Ik heb nu nooit, ja, het heeft wel vaker geregend op een voetbalveld, maar ik heb het nog nooit gezien zoals vandaag. Dat was ook echt, het beïnvloedde ook het spel en ook fysiek, denk ik. En ja, het veld, dat leed daaronder. En ik zei het net ook al in een ander interview. Na 3 keer druk zetten, liepen mijn kuiten gewoon helemaal vol. Omdat het veld zo extreem zwaar was. En ja, uiteindelijk denk ik dat de wedstrijd moeilijk maakte voor ons. Maar dat we daar wel heel goed mee zijn omgegaan. Ja, en uiteindelijk, dankzij dat veld en ja, hoe glad het was, kwam ook jouw goal natuurlijk. Ja, inderdaad. Nee, zeker in de 16 meter was het heel glad. Dus je voelt zoiets een beetje aan als spits, denk ik. Die keeper krijgt de bal en je voelt, ik moet er naartoe. En dan probeerde hij me uit te kappen, denk ik, als ik me goed herinner. Dan voel je gewoon van, boom, nu moet ik er naartoe. En met een beetje geluk komt hij bij mij terecht en dan kon ik hem binnenduwen. Ik stond net voor dat vak en als je dan probeer je te bevatten hoeveel mensen dat zijn. Ja, dan is dat eigenlijk is dat ongelooflijk, zeker bij Europese uitwedstrijden. En dat is extra mooi. Ik had gelezen deze middag dat al even geleden was dat Feyenoord nog uit had kunnen winnen in Europa. Als je dan ziet wat we dat vandaag kunnen doen met zoveel supporters in een mooi stadion als dit, tegen een goede ploeg, dan is dat wel heel veel waard. Alweer 3 punten uit het vuur gesleept. Alle ogen zijn nu gericht op de krachtmeting met AZ. Het is Feyenoord AZ, maar Feyenoord heeft Cyril Dessers. Niet normaal.
Dit is gewoon bizar. Zeker om dan zo'n week hier in de Kuip af te kunnen sluiten met een matchwinner in de laatste minuut. Ja, dat is... ik heb er geen woorden voor. Ja, voordat je erin kwam, hè, was er ook een live blog op Feyenoord.nl. Daar zeiden ze al, hij heeft dan nog niet gescoord. Ze van, hij gaat het alsnog doen. Hangt er nu een beetje dat ticket aan jou? Ja, er is wel een soort van bijgeloof aan het komen inderdaad. Van, ik had ook met Marino Pusic, die zegt iedere keer als ik klaar sta om in te vallen, van, ja, jij gaat de winnende maken. En tot nu toe is het 3 keer op rij toch wel gelukt. Dus hij komt na de wedstrijd naar me toe en dan kunnen we wel even lachen ermee, sowieso. Ja, en de Kuip gaat los ook na die wedstrijd. Ik zie jou die ronde maken met die ballen die het publiek in schiet en zo. Ja, het is echt een schot in de roos, hè. Jij en Feyenoord. Ik vind het hier wel echt superleuk en ik geniet er wel van, sowieso. Van, ja, tot nu toe alles is top hier. Ik zeg het, de stad, het complex, de club, het stadion. Ik vind de groep, het is echt een heel leuke groep ook. Dus ik geniet gewoon van mijn tijd hier. En als er dan zo'n hoogtepunten zijn, zoals ik tot nu toe heb gehad in de eerste 2 maanden, ja, dan kan ik hier alleen maar van genieten. Na de overwinning op AZ gaat Feyenoord de interlandbreek in als de ploeg met het minst aantal verliespunten in de Eredivisie. Op zondag 21 november begint Feyenoord aan blok 4 van dit seizoen. In de Kuip om 2:30 tegen PEC Zwolle. Abonneer nu op het Feyenoord-kanaal. Klik op het Feyenoord-logo. Tot snel.